was er zo'n raket in de keuken. Echt waar? Ja. Daar is een raket naar binnen gekomen hier. Met die krassen. Zo. Samen met Alexander Blom, programmamaker, en Alina Griachenko reis ik door Israël. In het onderzoeksprogramma Israël in Focus bezoeken we plaatsen die bijna dagelijks in het nieuws komen. Zogeheten nieuwsfeiten waar iedereen wel een mening over heeft. Ga met ons mee op zoek naar het menselijke verhaal achter de krantenkoppen. Je hoort wel eens op het nieuws over raketten die vanuit Gaza op Israël worden afgeschoten. Israël reageert met bombardementen, er vallen veel doden. En ja, zo heel regelmatig leidt dat conflict tussen Israël en Hamas op. We zijn nu onderweg naar Nahal Oz, een kibbutz vlakbij de Gazastrook, echt op enkele honderden meter de afstand. En daar woont een Nederlands gezin. Die zijn een paar jaar geleden geëmigreerd vanuit Nederland naar Israël, Aliyah gemaakt zoals dat heet. Ze wonen daar nu, ze hebben daar een goed leven, maar ja, je woont wel zo dicht bij de Gazastrook, dus ja, heel regelmatig hebben zij te maken met raketaanvallen. Zo erg zelfs dat een paar jaar geleden een raket op hun huis neerkwam, terwijl ze zelf in de schuilkelder zaten. Ze hebben het overleefd, natuurlijk enorm geschrokken, maar ja, dat brengt gelijk de vragen naar voren van ja, waarom kies je ervoor om op zo'n plek te gaan wonen? Waarom wil je daar je kinderen grootbrengen? Wat is de reden überhaupt? Hoe is het voor hen daar? Hoe is de situatie als het toch regelmatig escaleert, het geweld? Wat vinden zij van de mensen in Gaza? Een heleboel vragen in ieder geval. Die gaan we zo meteen aan ze stellen. We zijn er bijna, dus even doorrijden nog. Sinds 2001 worden vanuit de Gazastrook raketten en mortieren afgeschoten op Israël door Hamas en allerlei andere terreurorganisaties. In totaal zijn dat er tienduizenden. Israël reageert op de raketaanvallen met militair ingrijpen om raketinstallaties of lanceerplekken in Gaza te vernietigen. Het ene moment is het relatief rustig, maar regelmatig escaleert de situatie. Soms worden in enkele uren tijd honderden raketten afgeschoten op de dorpen en steden rondom Gaza. In de afgelopen 20 jaar zijn er in totaal tienduizenden raketten afgevuurd vanuit Gaza op Israël. En als zo'n raket onderweg is, luidt in Israël een alarm, zodat omwonenden weten dat ze zo snel mogelijk naar de schuilkelder moeten. De impact van die raketten is groot, zeker voor de mensen die vlakbij Gaza wonen. Mirjam en Raymond en hun drie kinderen kunnen daarover meepraten. Aan beide zijden van de grens lijden onschuldige burgers onder het oorlogsgeweld. Zo ook in Nahal Oz, een kleine kibbutz tegen de grens met Gaza. Kijk eens, daar heb je zo'n zeppelin. Die hangt daar boven Gaza om, ik denk in de gaten te houden wat er gebeurt. Of er raketten worden afgeschoten. Als geen parkeerboete krijgen hier. En mooi in de schaduw. Kijk, zie je dat? Dat is een bunker, een soort schuilkelder. Dat als het alarm afgaat, dan kunnen mensen hier ingaan om te schuilen tot het raketalarm weer voorbij is. En omdat we nu zo dicht bij de Gazastrook zijn, dus echt op een halve kilometer afstand ervan, hebben mensen hier echt maar 2-3 seconden de tijd om de schuilkelder in te gaan. Dus je moet echt rennen, keihard rennen naar de dichtstbijzijnde plek waar je kunt gaan schuilen. We kunnen wel even gaan kijken. Het is niet echt gezellig hier, maar het is wel veilig. Tijdens het alarm sta je dan hier te wachten tot het alarm voorbij is en het weer veilig is en dan kun je er weer uit. Ik moet een beetje zoeken naar het huis van Raymond en Mirjam en ik loop de halve kibbutz over. Het voelt nogal dubbel, want deze kibbutz Nahal Oz wordt heel vaak beschoten. Op elke paar meter staat een bunker waar je kunt schuilen. En anderzijds voelt het hier een beetje als een vakantiedorp. Het is een mooie, gezellige en rustgevende plek. Goedemiddag.
de hele kibbutz afgelopen en uiteindelijk heb ik jullie gevonden. I know, maar ik wilde het zo graag zelf vinden. Het is je gelukt toch, zonder vragen? Ja, precies. Hi. Leuk je te zien, hi. Ja, hoe is het? Goed. Hoi Raymond. Hey. Hoi. Hoe is het met jou? Alles in orde? Top. Hé, hey, maar hoe is het hier nu? Het is rustig nu. Rustig nu? Ja. Geen raketten? Nee, nee, gelukkig niet. Gelukkig zeg. Nee. Ja, hoe lang al is het rustig? Maand, denk ik. Vijf weken, denk ik. Vijf weken ongeveer nu. Ja. Begin augustus is de laatste keer geweest. Ja, ja, we liepen hier een beetje te zoeken op de kibbutz. Het is echt wel... We vonden het een beetje een soort vakantieparadijsje of zo. Ja. Is jullie huis ook echt een soort vakantiehuisachtig ding of niet? Nou, we wonen hier gewoon. Ja. Maar ik heb nog wel regelmatig als ik hier buiten zit dat ik denk van, goh, ik voel me wel bevoorrecht om hier te wonen. Ja. Mogen we eens binnen kijken? Tuurlijk. Ja. Hallo, goedemiddag. Het is een mooi huis. Het is niet heel groot. Maar goed, het is voor ons groot genoeg. En we zijn heel veel buiten natuurlijk, omdat het is gewoon 10 maanden lekker weer. Dus hoeveel ruimte heb je binnen nodig? Ja. Voor ons dan. Heel veel? Heel veel. Nou, jij hebt een beetje te klein hier? Of niet? Nee? Wel, oké. Waar is jouw slaapkamer? Wow, je hebt echt een mooie prinsessenkamer. Heb je zelf die kleuren gekozen of niet? Ja? Wat heb jij allemaal uitgezocht? Die blauwe of die roze? Of allebei? Allebei. Allebei. Ja? Hey, maar Arielle, dit is niet zomaar een slaapkamer. Die heeft ook een hele sterke deur, toch? En? Hoe zit dat precies? Want hier gaat wel eens alarm af in de kibbutz. En dan moet je naar of mijn kamer of Samuel's kamer. Ja? En jij slaapt, als het 's nachts gebeurt, dan slaap jij hier natuurlijk al. Dus dan ben je er al, hè? Hey, want Mirjam, jullie slapen niet in een versterkte kamer? Nee, wij slapen een stukje verderop. Ja. Maar Ariella dan en Samuel, dus dat zijn de kleinste, die hebben allebei zo'n speciale kamer. En eigenlijk slapen hier alle kinderen in deze kibbutz in een beveiligde ruimte. Omdat je gewoon 's nachts geen tijd hebt om eerst je kinderen te halen en dan nog eens een keertje hierheen te gaan. Dat red je niet. Ja. Weet nog dat ik in jouw bed lag en jullie renden naar mijn kamer en toen pakte Nathan me zo. Ja, die had jij meegesleept. Echt waar? Toen tijdens zo'n alarm ook, of niet? Ja. En toen zei ik, auw. Oh. Ja, maar gelukkig was je wel veilig toen. Want hoeveel tijd hebben jullie op het moment dat een alarm afgaat hier in deze kibbutz? Ja, op papier zeggen ze dat we 15 seconden hebben, maar in de praktijk eigenlijk heb je bijna geen tijd. Het komt regelmatig voor dat de explosie al geweest is, voordat überhaupt het alarm is afgegaan. Zo snel is het. Ja. En anders, je praat over seconden. Ja. Dus. En alleen wanneer dat we gaan slapen, doet mama die de luik wel dicht. Ja. 's Nachts doen we ze altijd dicht. Ja. Sowieso is het lekker donker dan. Ja, dus het scheelt ook. En het is ook veilig. Weinig herrie en je hebt er gewoon geen tijd voor. Ja. Als je dat ook nog moet doen. Ja. Ik zeg al weken zeg ik tegen Raymond, ik moet dat raam, ik moet dat eens een keertje een beetje schoonmaken. Maar wat is dit? Niks, gewoon vel. Nee, maar ik bedoel dit ding. Oh, dit is dat ijzeren luik. Dit is een ijzeren luik? Ja, dit is gewoon staal. Ja. Zo dik. En hoe, die moet je dicht doen? Als je deze niet dicht hebt, dan heeft deze kamer in principe geen functie. Ja, laat zien. Zo dik. Even dik als omhoog. Kan jij hem ook dicht doen, Arielle? Dat is een beetje zwaar. En ineens is het veel donkerder. Het behoorlijk stevig spul. Nu is het veel donkerder. Even een beetje opzij gaan. Tja. Nou, en dan het raam dicht. Oh, en dan is het dus... Dan is het veilig. Veilig, ja. Mama, het staat altijd dicht. Het is niet helemaal. Ja, de deur moet dan ook nog dicht. Zullen we die ook even dicht doen? Doe eens even dicht. Kunnen we eens even... Oh. Zal ik je helpen? Ja. Maar doen
doen samen dicht. Zo. En dan deze helemaal naar boven klimmen. Zo. Zit papa is buiten. Nou zit papa buiten. En nou is het helemaal veilig. Nu is het helemaal veilig. Nou hoef je nergens bang voor te zijn, hè? Ariella moet slapen in een veilige kamer. Net zoals zoveel kinderen in Zuid-Israël. Mirjam en Raymond proberen het allemaal zo gewoon mogelijk te maken. Maar dit zou nooit gewoon mogen zijn. Hey, en als er zo'n alarm gaat en je bent hier in de veilige kamer, vind je het dan ook echt heel eng? Of denk je dan van... Ik vind het dan nog steeds eng. Zo. Ondanks dat je er toch al veel hebt gehad. Een keertje was er zo'n raket in de keuken. Echt waar? Waar dan? Kan je me dat eens laten zien? Daar boven de koelkast. Ja. Daar is een raket naar binnen gekomen hier. Met die krassen. Zo. Wat heftig, zeg. Wanneer is dat gebeurd? Dat weet ik nog, 4 mei 2019. Maar inderdaad, wat zij zegt, precies hier, toen hadden we ook de hele dag al escalaties en raketten. En we zaten al met z'n allen in die kamer. En heel toevallig hadden Raymond en ik hadden het er gewoon over van, joh, hoe weten we nou eigenlijk dat zo'n kamer wel veilig is, weet je? Je gaat er vanuit. Die dag gaat hij niet. Ja, een moment daarvoor hadden we het erover, dus... Zei al van, nou ja, weet je, we gaan er maar vanuit, want het is natuurlijk allemaal uitgebreid getest. En we hadden het er nog niet over gehad en er ging een alarm. En omdat wij al in die kamer waren, eigenlijk heel de dag zaten we al daar, was het de deur dicht trekken en wij zaten daar. En op een gegeven moment, het was gewoon een gigantische knal. Je merkte aan alles dat het niet goed zat. Want normaal hoor je ook harde knallen, maar nu was echt het hele huis bewogen. Je voelde echt gewoon... De trilling, inderdaad. En de stroom viel uit en we hadden een rookmelder hier, dus die begon te loeien. Ja. Dus wij hadden allebei zoiets van, nou, dit is foute boel. Maar ja, uiteindelijk kwam die kamer uit. Het was gewoon, je zag helemaal niks meer hier. Het was allemaal stof en rook. En toen bleek dus inderdaad dat... wat je eigenlijk verwacht, wat je echt nooit gaat gebeuren... Als je alleen op tv ziet, dat was hier. Ja, nou was dan toch, dat overkomt je dan toch. Diezelfde dag nog kwam een filmploeg langs om te filmen wat er allemaal aan de hand was. What happened? We had our house is damaged because of a rocket. And that's basically it. And now we're staying with friends because we can't go in our own house. Baruch Hashem, the kids and my husband, everybody is okay. Can you explain why did you came here to this area from Netherlands? Because we wanted to make Aliyah and we said we want to live on the kibbutz because we live here, it's really nice. What happened today? You have second thought? No, I'm not leaving. This is my house. So, no, we're not leaving. So. Oh, now. Gelukkig waren er geen gewonden gevallen, maar de schade in de woonkamer was groot. Het was een mortier die het huis heeft geraakt. Nou, die is zeg maar op een bint in het dak is die geëxplodeerd. Uh-huh. Maar een mortier die is natuurlijk gevuld met allemaal stukken staal en ijzer. Nou, die zijn door dat hele huis gegaan. Kijk, die heeft het. Wonder boven wonder heeft die het overleefd. Nou, niet helemaal, want het is een gat in. Ja, het is een gaatje, maar goed. Ja. Dat, hou je die als een soort van herinnering of zo? Ja, een souvenirtje, ja. En dus moet je nagaan dat als wij die dag niet met z'n allen al in die kamer hadden gezeten, dan had je dus en misschien maar 10 seconden gehad om erheen te rennen. Ja. Misschien was je dan te laat geweest, maar als je daar niet in zit, dan hadden wij dit hier niet kunnen vertellen. Na de inslag was hun huis onbewoonbaar geworden. Het gezin werd tijdelijk elders opgevangen, bij vrienden in de buurt van Jeruzalem. Dus wij zijn een dag of 3-4 naar Beth Shemesh geweest, hè? Ja. Een huisje met een jacuzzi. Nou, ze praten er nog over. Ja. En Raymond is thuis gebleven, want daar was een zwembad.
Maar Redi is natuurlijk thuis gebleven, want die werkt natuurlijk voor de koeien. Maar wel ondertussen een ander huis op de kibbutz tijdelijk intrek ingenomen. En ondertussen hebben ze dit helemaal, het heel dak vervangen. En we hebben echt al een paar maanden in een ander huis gezeten hier. Raymond moest achterblijven omdat hij op de boerderij werkt op de kibbutz. Hij neemt me mee naar zijn werkplek, 100 meter van zijn huis. Ik beheer de stal, zeg maar. Ja, hoeveel koeien heb je? Ja, melkkoeien tussen de 320 en 330, zo'n beetje. Maar je hebt ook nog andere... Nou ja, we fokken ze zelf op, dus ik denk dat je aan de 800 stuks vee komt of zo. Ja. Heb je ook een lievelingskoe trouwens, of niet? Ja. Ja? Ik zat in een andere groep. Oh, die moeten we zo even gaan bekijken. Het is de enige koe die naar mij toe komt. Ja. Hé, hey, maar hoe ziet jouw dagelijks... werkdag er hieruit? Ik ben verantwoordelijk voor de algehele leiding in de stal. We melken 3 keer per dag in Israël. Dus dat is 1 keer om 3 uur 's ochtends, 1 keer om 11:45 en 1 keer om 6 uur 's avonds. Ja, en die doe je alle 3? Nee, ik melk helemaal niet meer. Okay. Zo ben ik wel begonnen. Ik ben gewoon begonnen als standaard melker, maar langzaam ben ik in het bedrijf opgegroeid. Ja. Dus ik ben ook verantwoordelijk voor de gezondheid van de koeien en de kalf. Inseminatie, omdat wij zo'n hele grote stal hebben, komt er elke dag wel een inseminator. 2 keer in de week komt er een dokter. Mm-hmm. Dus het is heel veel dagelijks werk. Yeah. En elke ochtend moet ik natuurlijk controleren aan de hand van de melkcijfers of de koeien ziek zijn. Of de koeien drachtig zijn. Of de koeien... Dus, en dan moet ik de mensen aan het werk zetten. Ja. Jij woont natuurlijk vlak bij de Gazastrook. Wat gebeurt er dan hier in de stal op het moment dat er een alarm afgaat? Dan ligt eraan wie wat waar aan het doen is. Ja, stel je bent hier. Ja, nou, dan ga je hier op de grond liggen. Want? Ja, die mamat die daar staat, die red ik niet. Nee. Dus dan ga ik gewoon hier naast het beton liggen. Hey, maar soms is het niet 1 alarm, maar ook niet 2, maar echt heel 40, erg veel op 20, een dag. 40, ja. Hoe gaat het dan? Want de kibbutz die wordt dan ontruimd en jij blijft achter. De kibbutz ontruimd en er blijven een paar mensen achter. Dus zelfs niet het voltallige personeel van de stal komt, omdat wij mensen van buiten de kibbutz hebben. Ja. En er zijn mensen die kunnen het niet, die kunnen niet werken onder die druk. Dus het blijft maar een handjevol lopen. Ja. Dus, waaronder jij? Ik, omdat ik, kan sowieso niet weg omdat ik de manager ben. En ik heb personeel werken, dus is het ook niet netjes als je weggaat, denk ik. Hoe is dat voor jou, die stress, zeg maar? Je leert ermee omgaan, denk ik. Ja? Een soort van. Wendt het? Nee, niks wendt, maar ik denk dat je een manier vindt om het te parkeren, zeg maar. Dus ik heb altijd even een paar uur nodig om te acclimatiseren. Als ik dan vanaf mijn huis hierheen moet, dan ben ik me heel erg bewust van de dreiging. En oh jee, als er nu een alarm is maar halverwege de dag, dan verdwijnt dat een beetje op de achtergrond. En dan ben je heel erg bezig met, oké, ik moet dit doen, ik moet dat doen. En that's it. Een beetje de adrenaline of zo? Nou, ik denk dat dan kunnen sommige mensen niet blijven werken, omdat... Je kan niet de hele dag adrenaline hebben, je kan ook niet de hele dag stress hebben of de hele dag angst hebben, want dan kom je aan je plafond. Heb je een moment dat je kan herinneren dat je echt in paniek was hier? Ik ben 1 keer wel echt bijna mezelf verloren toen, maar dat was nadat ons huis geraakt was door een raket. En dan waren we hier gaan slapen. En toen ging Mirjam met de kinderen naar de auto, een beetje discussie, ging mij niet snel genoeg, we gingen te langzaam. Dus er was een alarm toen we in de auto zaten, tenminste hun in de auto zaten en er weer uit moesten. En toen moest ik mijn hond nog op gaan halen bij iemand anders om weer terug te brengen. En toen was er geen mamat op dat moment en toen ben ik naast een schuurtje gaan liggen en toen bleef er maar door mijn hoofd heen halen. Niet op mijn hoofd, niet op mijn hoofd, niet op mijn hoofd, niet op mijn hoofd. Dat was een momentje dat ik het bijna een soort van op het randje zat van... Een klein beetje mijn cool verliezen, zeg maar. Ja. Wanneer zijn jullie eigenlijk naar Israël gekomen? Eind maart 2018. Mm-hmm. Dus 4,5 jaar geleden. Ja. Ja. En toen hebben jullie besloten om hier in Nagal Oz te gaan wonen, in de kibbutz. Ja. Maar dat is best wel
een aparte keuze. Tenminste, voor mij als Nederlander denk ik van, nou, waarom juist die plek? We wouden naar een kibbutz. We wouden naar Israël, maar we wouden wel naar een kibbutz voor de kinderen en zo. Ja. Dat is, we waren op vakantie geweest op kibbutzen en het is voor kinderen. Het is veiliger, het is gemoedelijker dan in een grote stad. Een kibbutz. Maar probeer maar eens te googlen. Welke kibbutz wil zoekt de mensen? Ja. Het is bijna onmogelijk. Ik kwam thuis en Remel zei, ja, ik heb een kibbutz gevonden en we kunnen daar op vakantie naartoe. Ja. Gewoon om te kijken of het wat is. Dus ik zeg, joh, hartstikke leuk, joh, wijs het eens aan. En toen liet hij die kaart zien. Toen zei hij, ben jij niet helemaal wijs? Ja. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik had natuurlijk, weet je wel, wat de situatie tussen Gaza en Israël. Maar weet je, wat weet je in Nederland? Dus met die naïviteit zijn wij in principe hier naartoe gegaan toen, in 2017, op vakantie. En nou, kijken of het wat was. Ja, of het wat was. Mensen leren kennen. Het was eigenlijk hartstikke leuk en gezellig. Mm-hmm. En het was al bijna 4 jaar stil. Ja, mm-hmm. Dus nou ja, weet je. Dus wij dachten, nou ja, weet je. Maar die mensen die waren hier 4 jaar, die nog nooit een alarm gehad, niks meegemaakt. Mm-hmm. Ja, en als je dan om je heen kijkt, dan is het natuurlijk... Dan is het natuurlijk voor ons, het is het Centerparks. Ja. Dezelfde avond nog, toen wij hier aankwamen, kwam de buurman ons uitleggen wat je moest doen. In de veilige ruimte, hoe je het luik moest dicht doen en wanneer je daarin moest en hoe lang je daar moest blijven. Want diezelfde avond was er in een van de kibbutzen hier om ons heen, waren alarmen afgegaan. Voor het eerst sinds toen, 4 jaar. We hoorden de explosies van de kibbutzen. Wij hoorden die explosies en wij hadden echt zoiets van, joh, waar zijn wij beland? Wat is dit nou? Op de avond dat het gezin arriveert in de kibbutz, begint de onrust, na 4 jaar. Op dit moment is er geen directe weg terug. Woonruimte in Israël is erg lastig te vinden en in Nederland hebben ze alles verkocht. Sinds die tijd is het soms onrustig als er in Zuid-Israël raketten vallen. Maar het is heel dubbel eigenlijk, want je bent hier komen wonen omdat je graag op een kibbutz wilde wonen. En de dag dat je hier aankomt, begint eigenlijk het gedoe al. Dacht je dan niet van, nou, slecht idee, we gaan ergens anders heen? Nee, dat is ten eerste ook, kijk, als je natuurlijk zo'n stap maakt met 3 kleine kinderen, ja, je hebt ook zekerheid nodig. En wij wisten dat Raymond sowieso hier kon gaan werken. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Er moet toch iemand... het inkomen voorzien. Mirjam en Raymond doen er alles aan om zo snel mogelijk en goed met de situatie om te gaan. Ze beginnen te oefenen met de kinderen wat je moet doen als het alarm gaat. En dat hadden we echt zitten oefenen, weet je, zaten we hier en dan riep een van ons stefvader om en dan die kinderen rennen en zo, was gewoon echt spelenderwijs. Ja. En ik denk 2 dagen later ging dat alarm voor het eerst af. En dan gaat het voor dus, Techie. Ja, nou, en hij was op zijn werk. Ik was dus met die 3 kinderen thuis. Maar uiteindelijk zaten we dus wel met z'n allen in die kamer. En ik weet nog dat ik hem toen belde en dat ik zei van ja, hoe lang moet ik hier blijven zitten dan? Want dat wisten we allemaal natuurlijk niet. Het was allemaal nieuw. Het was allemaal nieuw. De familie Reine besloot toch om in Nahal Oz te blijven. En ondanks de dreiging een nieuw leven op te bouwen in Israël. De kibbutz wordt hun nieuwe, liefdevolle thuis, waar ze zich enorm thuis voelen. Een plek waar de kinderen juist heel fijn kunnen opgroeien, afgezien van af en toe een raketalarm. Nou, we gaan een rondje maken op de kibbutz, toch Mirjam? Ja. En zoals het bij een echte kibbutz hoort, gaan we dat doen in een karretje. Hoe heet zo'n karretje eigenlijk? Clubcar. Een clubcar. Een clubcar. Een clubcar. Kan die met je hart? Best, ja. Ja, ik weet niet waar je heen wil. Ja, nou, zeg maar. Jij kent de weg hier, ik niet. Oh, is het nog elektrisch ook? Ja, het is helemaal elektrisch. Ja, het is in principe een kleine kibbutz. Ja. Want als je de buitenweg neemt, zeg maar, gewoon langs het hek, dan is het 3,5 kilometer in totaal. Dan heb je het rondje gemaakt. Dit is Gazastad. Zo. Dichtbij ook. Ja. Dichtbij ook. Als je bijvoorbeeld hier die heuvel hier ziet. Ja. Daar rijden de tanks van Israël naar de heuvel op. Ja. Om terug te schieten als het nodig is.
En dan deze, dit, wat hier, dat zijn nog velden van onze kibbutz. Daar wordt normaal ook gewoon gewerkt. Ja. Als de dreiging er op dat moment niet is, dan staan daar gewoon allemaal gewassen. Normaal staat het helemaal vol met zonnebloemen. Ja. Die zijn pas geoogd. Dus het is nu leeg, maar in principe daar wordt gewoon ook gewerkt. Zo zeg. Maar dit is echt heel dichtbij, hè? Je kan de huizen en de verdiepingen kan je gewoon zien. Als je een goede camera hebt die je goed echt met zo'n lens, dan zie je de was buiten hangen daar. Dit is de kinderdagverblijf. Ja. Hier zitten de kleintjes. Dit hele gebouw is beveiligd. Ja. Dus als die kinderen hier zijn en er gebeurt wat, dan zolang ze dus niet buiten aan het spelen zijn, maar zolang ze binnen zijn en er gebeurt iets, kunnen ze gewoon doorgaan. Ze hoeven daar in principe niks van te merken. 90% van de tijd leeft de familie in een oase. Helaas is er die 10% waarin de dreiging reëel is en impact heeft op het dagelijks leven. Dat blijkt ook als Raymond ons de nieuwe melkstal van de boerderij laat zien. Je ziet de betonnen overkappingen bijvoorbeeld. Dat is tegen raketten, zodat ze niet naar binnen kunnen vliegen. De daken worden speciaal aangepast van deze constructie. Als enige stal in Israël wordt dit een 40 centimeter betonnen en stalen dak. Tegen raketten en mortieren. Om de koeien die in de stal staan te beschermen. Want het is nu een golfplaten dak, dus dat gaan niet zoveel doen. Dat kost wel een paar extra miljoen. Hey, als ik het goed begrijp, dan is deze stal over een paar maanden klaar. Ja. En dat betekent dat jij gewoon veilig kunt werken hier dan. Hier in het gebouw zelf wel, ja. Mm-hmm. Het probleem is dat we ook nog 70% van ons werk buiten hebben. Ja. Dit is eigenlijk alleen maar voor mijn werk 's ochtends in de administratie en voor het melken. Ah. Maar er is ook heel veel werk aan buiten. Iets van een vooruitgang. Ja. Het grappige is wel dat de koe niet reageert. Nee? We zien geen melkvermindering, niks. Nee? Ze gaan geen niet stress, rennen. Geen trauma. Niks, ze eten. Ze zien alleen een paar werknemers soms rondrennen en ergens gaan liggen. En de koe kijkt alleen maar van, joh. Wat doe je daar? Niks. Niet van bombardementen daar, niet van explosies, alarmen. Hey, ze zijn het gewend. Heel bijzonder. Die zijn een beetje stof. Wat hebben we hier? Nee, dit zijn... Dit zijn veiligheidsvesten. Ja, dit zijn de oude steekvesten. Dit zijn, de vesten die ze dragen tijdens het melken. Er zit een keramische plaat in. Ja? Zo. Dat is een dikke plaat, staal. Ja. Een mooie helm. Heeft het wel eens iemand leven gered, dit? Nee. Kijk, je ziet hier nog de schades van 2021. Kijk, hè? Deze zie je het heel goed. Zo, ja. Vol met gaten. Dit. Deze gaten. Ja. Is allemaal van een mortieraanslag tussen een paar van deze. Er staan er en daar nog een paar, want hebben ze nog steeds in gebruik. Ja. En die kalven zijn toen ook omgekomen. Ja. Want ja, je ziet wat er gebeurt als een mortier inslaat. Zo. Dit is het probleem. Ja, gaat hier dwars. Het is een regen van allemaal hele kleine stukjes staal. Ja. Het hele dak is geperforeerd. Ja. Grote stukken, kleine stukken. Ik maak wel eens filmpjes voor mijn vrouw. Ik weet niet waarom. Ik weet niet of ze daar nou zo gerust van wordt. Ja, in het echt zijn de klappen nog veel en veel, veel harder. Je voelt ze. Ja, je hoort ze niet alleen, je voelt ze in je lichaam. Dus een keeper Pazel die raket onderschat, want als je zo meteen getopt hebt, zie je hier de traces van de keeper Pazel. Dus die staat precies daar. Dit zijn de witte lijnen van de keeper Pazel die op zoek gaat naar raketten. En dit is dan zonder alarm, dus je staat hier gewoon. Dit was zonder alarm? Ja, dus dan vallen ze waarschijnlijk net buiten de keyboard. Dus dan reageert hij niet. Ja, dan sta je hier gewoon en dan gaan er gewoon raketten de weg in. Bizar, echt. Ja?
De impact op het gezin is groot. Maar de jongste, Ariella, honderduit vertelt over de raketten en de schuilkamer, vindt de middelste, Samuel, dat veel lastiger. Hij praat liever niet over de raketten. Hij is het liefste bezig met zijn grote passie, voetballen. Ja, wat heb je daar, Nathan? Scherven. Kijk, hè? Dat zijn scherven van raketten die hier, mortieren die hier zijn neergekomen. Hé, wacht. Dan zit hier een musketierkogel in. Zo. Dit heb je allemaal hier gevonden in de kibbutz? Ja. Ja. De meeste komen uit je eigen huis, toch? Echt waar? Ja, nee, alleen wat in dit zakje zit. Mag ik die zien? Kun je die eens laten zien? Die zijn toen die raket in het huis kwam, die heb je toen gevonden. Ja. Zo. Waar gaan we naartoe? Achter. Achter, oké. Okay. Nathan blijkt achter in de tuin nog veel meer te hebben verzameld. Deze vier van mortieren. Vanaf deze. Hier zijn van de Iron Dome en deze drie zijn van de raketten. Die zijn van de raketten? Ja. En je hoort wel eens in het nieuws dat die raketten die vanuit Gaza worden gestuurd naar Israël, dat gewoon kleine, zelfgeknutselde raketjes zijn en zo. Is dat eigenlijk zo? Nee. Sommige wel, maar die ene die heel ver gaan niet. Dit is militair spul. Dit wordt niet gemaakt in Gaza. Dat wordt geknutseld. Dit zijn Iraanse mortieren. Ja. Dus het is gewoon militair spul. Dat komt vanuit Iran, wordt dat Gaza ingesmokkeld? Ja, of van elk ander land waar ze het kunnen kopen. Ja. Maar dit is gewoon militair spul. Dit is gewoon gemaakt om mensen te doden. Dit valt niet. Ja. Bizarre verzameling eigenlijk, hè? Dat dan weer wel. Het is wel iets anders dan postzegels verzamelen. Ja. Ik heb me er ook wel in het begin druk om gemaakt, hoor. Dat Nathan na een alarm naar buiten ging. En hij heeft een metaaldetector en hij ging echt zoeken naar kogels en resten. En daar heb ik toen ook wel gevraagd bij maatschappelijk werken of de kibbutz of dat normaal is inderdaad. En dat schijnt heel normaal te zijn. Het is een hele goede manier van verwerking en het echt een beeld geven. Want ja, ik bedoel, je kan je er niks bij voorstellen totdat je het echt gezien hebt. Hey, maar even een hele eerlijke vraag, hè? Waarom doen jullie je kinderen dat aan om hier te blijven? Dat is een hele goede vraag. Dat is ook een hele moeilijke vraag uiteraard. Want natuurlijk vragen wij ons dat nog wel eens af. Mm-hmm. Ik bedoel, je kan het je niet voorstellen. Want wie neemt nou zijn kinderen mee naar een plek als dit, waar je dus continu onder dreiging staat. Mm. De mooie kant, zeg maar, van het leven hier. Zeg maar de keerzijde van de medaille, ja, die is gewoon vele malen groter dan het gevaar wat er is. En, ja. Maar het gevaar is er wel. Maar? Maar als ik het vanuit mijn oogpunt zie, denk ik dat zie ik het een beetje als een soort van de prijs die je moet betalen om in zo'n gemeenschap met zulke mensen te kunnen wonen. Ja. Omdat het gevaar er voor iedereen is, waardoor je dus wel heel erg hecht bent met elkaar. Ja. We hebben hier geen verkeersongelukken, we hebben hier geen diefstallen, we hebben hier geen... Als er iets gebeurt met een kind, dan is dat bekend. Je kan hier elke vrouw kan hier s'nachts van 4 uur s'nachts gewoon naar buiten lopen. Mm. Dus ja, als je het over gevaar hebt, we worden in ieder geval gewaarschuwd voor gevaar. Mm. Maar je hebt natuurlijk ook niet alleen het gevaar, maar je hebt ook gewoon de effecten van zo'n raketinslag. En bij jullie is het dan in het huis neergekomen. En dat gaat een kind of jullie ook niet in de koude kleren zitten. Nee. Dat klopt. Ja. Ik merk zeker de Samuel dan de middelste, die is daar ook echt voor in therapie geweest. Nathan die is heel simpel. Ik ben natuurlijk toen weggegaan wat ik vertelde. Hè, daar een huisje met een jacuzzi. En we kregen van de Jewish Agency kregen die kinderen allemaal een cadeaubon van de speelgoedwinkel. Mm-hmm. En hij zei echt zo tegen mij van joh. Dus één raket op je huis. Moet je eens kijken wat ik allemaal heb gekregen, joh. De speelgoed, dingen. Dus die is heel luchtig. Heel luchtig, ja. Die ziet het gewoon. Nee, maar ik heb het op een gegeven moment ook wel aan ouderen gevraagd. Mm-hmm. Ouderen.
tussen 18 en de 25, die dus heel lang hier wonen en ook van alles mee hebben gemaakt. Of dat ze dat nog konden herinneren toen ze klein waren. Mm-hmm. En eigenlijk had het grootste gedeelte toch wel als antwoord dat ze eigenlijk alleen nog maar konden herinneren van de voorgaande acties of oorlogen, dat ze op vakantie gingen met de rest van de club. Tja. Dus dat vond ik dan wel weer een... slechtste stoppen ze dan. Ja, dat verdwijnt toch langzaam, zeg maar. Ja, ligt eraan natuurlijk hoe slecht het is, maar... Ja. Stel dat jullie morgen een telefoontje krijgen van een kibbutz ergens in Galilea, waar het lekker rustig is, meestal, vaker dan hier. En ze zeggen van, nou weet je, Mirjam en Raymond, we vinden het leuk als jullie bij ons komen wonen. Dat is wel een gewetensvraag, denk ik. Mm. Nou ja, voorlopig heb ik hier mijn werk en zo. Ja. Ja, stel als ik morgen miljonair ben, dan blijf ik waarschijnlijk ook niet hier wonen. Nee, het is ook zelfs een gewetensvraag. Tuurlijk, aan de ene kant denk je, ja, zou ik doen. Ja. Als ik daar kan werken en lekker rustig en ik hoef dit niet mee te maken. Maar aan de andere kant denk ik, ja, zou ik mijn kinderen hier weg willen halen? Mm. Uiteindelijk in Israël maakt het helemaal niet uit volgens mij waar je woont. Wat bedoel je? Nou ja, voordat het hier natuurlijk in Malagaan was, was het in het noorden met Hezbollah is het jarenlang slecht geweest. En daarvoor hebben we het met Syrië gehad. Mm-hmm. Je zegt eigenlijk van waar je als je op de zit. Intifada hebt, de intifada en net zoals pas een paar maanden geleden steekpartijen, schietpartijen, dat is in het centrum van het land. Dus ja, volgens mij is dat er wel iets in Israël wat je zou kunnen bedreigen. Het blijft moeilijk om het volledig te begrijpen. Mirjam en Raymond hebben ervoor gekozen om hier te gaan wonen, ondanks de dreiging. Tegelijkertijd is het grootste deel van de tijd rustig en een fijne plek om te wonen, ondanks de impact die dit heeft op hun gezin. En dat ze het er bij momenten heel erg moeilijk mee hebben, dat is duidelijk. Je kunt je als buitenstaander niet voorstellen hoe lastig dat is. Maar de veerkracht waarmee ze als gezin hiermee omgaan, daar heb ik diep respect voor. Het enige waar ze van dromen is om hier rustig te kunnen wonen en leven. Net zoals elk gezin overal ter wereld.